Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij een half uur ongeveer Pilates thuis. Kom zitten op je matje, op je kleed, op je handdoek, net wat je voor handen hebt. Kom zitten met de benen gekruist, gespreid of gestrekt naar voren of misschien op je knieën. Net wat voor jou het meest comfortabel is. Om wel zo rechtop mogelijk te kunnen zitten. Soms wil het ook helpen om een verhoging onder je zitbotten te schuiven. Als je de neiging hebt om wat achterover te tuimelen. En land dan als je zit je zitbot even op de mat. Ontspan die schouders en je schouderbladen. Maak je nek wat langer. Adem. En breng dan ontspannen je kin naar je borst. Terwijl je verder rechtop blijft zitten. Laat de achterkant bij je nek even op lengte komen. Ontspan je kin nog iets verder richting je borst. Je schouders blijven laag. En dan til je hoofd op. Alsof je je kin naar voren en daarna omhoog uitstrekt. Gaat je hoofd achterover. Kin weer terug naar je borst. Je maakt een halve cirkel. En je kin weer terug omhoog. Alsof je naar het plafond uitstrekt. Adem uit als je kin naar je borst gaat. En adem in als je je hoofd weer optilt en naar achter laat gaan. Kin naar je borst. En weer omhoog. Laatste keer kin naar je borst. Laatste keer omhoog. En dan kom je weer terug naar neutraal. Je zit nog steeds rechtop. Nu gaat je rechteroor naar je rechterschouder. Terwijl je bovenlichaam in het midden blijft. Je voelt de stretching aan de zijkant van je hals. Neem je hoofd weer mee terug naar het midden. En dan gaat je linkeroor naar je linkerschouder. De rechterkant van je hals stretcht. Kom weer terug naar het midden. Rechteroor naar je rechterschouder. Kom weer terug naar het midden. Linkeroor naar je linkerschouder. Doen we nog twee keer. Midden. En naar rechts. Midden. En naar links. Laatste keer. Naar die rechterkant. Terug naar het midden en naar die linkerkant. Terug weer naar het midden. En dan gaat je kin weer naar je borst. En dan gaan we cirkels draaien over die rechter schouder. Achterlangs wees voorzichtig met wat je onderweg tegenkomt. Over je linkerschouder, kin weer op je borst. Twee van deze cirkels rechtsop. Geen duwen en trekken langs die achterkant, maar zachtjes en voorzichtig over eventuele hobbels en bobbels heen. Schouders blijven ontspannen. En als je weer in het midden bent, hou je even stil en cirkel je linksom. Check even bij jezelf of je nog rechtop zit. Of dat je ongemerkt je bovenrug bent gaan ronden. Of je een klein beetje aan het instorten bent. Maak het weer lang en recht in die wervelkolom. Als je die laatste cirkel maakt. En dan ben je weer terug in het midden. Til je hoofd op naar neutraal. En dan neem je die schouderkoppen helemaal mee omhoog naar je oorlellen. En dan duw je ze achter je ellebogen helemaal naar beneden. Adem in als je ze mee omhoog neemt. Zo hoog mogelijk. En adem uit als je ze naar beneden doet. Deel ze op en duw ze weer naar beneden. Laatste keer op en weer naar beneden. En dan ga je borst scrollen met je schouders. Achteruit een paar keer, armen los. Andere kant op, voorlangs.
En dan hou je weer stil. Handen naast je heupen met de handpalmen open. En cirkel dan de armen zijwaarts omhoog. Je maakt lengte. En zacht cirkel je weer naar beneden. Schouders ontspannen. Dus de armen gaan zijwaarts gestrekt omhoog. Dan maak je jezelf lang. De schouders mogen mee omhoog. En op de terugweg ontspan en verzacht je weer. Laatste keer. Adem in, strek je uit, omhoog, ook die vingertoppen. En dan weer terug naar beneden. Plaats je vingertop op de mat. Strek je benen even naar voren, schud ze even los, wiebel ze een beetje heen en weer. En kom dan schrijlings zitten. Je rechtervoetzool ligt ongeveer tegen je linker dijbeen aan. Je voeten wijzen naar links, je knieën wijzen naar rechts. Je rechterhand is achter je heup. En die linkerarm neem je vervolgens voorlangs mee en strek je langs je linkeroor schuin naar achter. Maak het nog net iets langer aan die linkerflank. En dan komt je hand weer terug. Op je zitbot, de voeten los van de mat, kom je naar de andere kant. En dan gaat je rechterarm voorlangs mee, die strek je schuin naar achter. En je maakt die rechterflank net een klein beetje langer. Terug weer naar het midden. Benen wisselen naar de andere kant. Adem in als je die strekking opzoekt. Terug weer naar het midden. Benen wisselen van kant. Adem in voor een strekking van die rechterflank. Terug weer door het midden. Wissel van kant. Misschien til je de heup nu omhoog en duw je ze naar voren. Terug weer naar het midden. Wissel die benen van kant. En ook aan die andere kant. Misschien de heupen omhoog terwijl je een strekking opzoekt. Laatste keer elke kant. Wissel de benen. Met of zonder de heupen van de mat af. Door het midden. Wissel de benen. En die rechterkant met of zonder de heupen omhoog. En dan kom je weer terug. Strek je benen weer uit. Schud, wiebel. Zwaai een beetje met je benen. Wapper een beetje met je voeten. Cirkel misschien een beetje. En hier vandaan gaan we vervolgens naar handen en knieën. Dus kom op jouw manier naar handen en knieën. Je handen plaats je onder je schouders. Je knieën op heupbreedte onder je heupen. Dus er kunnen ongeveer 2 vuisten tussen die knieën staan. De wreven, de bovenkant van je voeten, ligt plat op de mat. Je vingers strekken en spreid je net iets meer dan je misschien van nature zou doen. En je duwt je met die handen weg bij de mat. Je schouderbladen schuif je net iets meer naar achter. Je nek is lang, je strekt je kruin uit naar de voorkant en je stuitje naar de achterkant. En dan ga je je stuitje omhoog krullen naar het plafond. Je laat je navel naar je matje zinken. Je duwt je borst, je hart iets naar voren. Je tilt je hoofd op en je hebt een holle rug. Hier adem je diep in. En dan krul je dat stuitje weer naar de mat. Je trekt je navel in en je rolt door die wervelkolom naar een bolle rug. En maak deze beweging op je eigen ademhalingsritme. Inademen, het is naar een holle rug. En uitademen is naar een bolle rug. 2 keer. In is hol. En uit is bol. Laatste keer. En dan kom je weer terug in neutraal. Krul je tenen onder je. Kom zitten met je billen op je hielen, als dat voor je werkt. En anders kom je staan op je knieën. Je strengelt je vingers in elkaar en je draait even wat cirkels met die polsen. Op gevoel een beetje de ene kant op gevoel een beetje de andere kant op. En dan kom je hier vandaan weer terug naar handen en knieën. Handen weer onder die schouders met die gestrekte en gespreide vingers. En til dan je rechterknie een klein stukje op. En trek je linkerhand een klein stukje op.
Hou je balans, je wervelkolom is lang, je laat je hoofd niet hangen, je stort niet in. Je duwt je met die rechterarm uit je matje weg. Linkerhand, rechterknie weer terug, andere kant. Linkerknie los, rechterhand los. Check weer even of je instort. Duw je bij die mat vandaan. Hand en knie weer terug. Rechterbeen, linkerarm een klein beetje uitstrekken. Nog niet te veel. Voel wat er in je koor gebeurt, in je bovenlichaam, voor je balans. In je onderbeen, in je wreef. Hand, knie weer terug, wissel van kant. Linkerbeen, rechterarm een klein beetje optillen, net iets meer uitstrekken, maar nog niet helemaal vol. Zet hem weer terug. Rechterbeen nu lang maken, heuphoogte, linkerarm uitstrekken, schouderhoogte. Je duim is omhoog, je vingers wijzen naar voren. En je kijkt met je ogen schuin naar de voorkant van de mat. Blijf even staan. Voel even wat er in je koor gebeurt, in je bovenlichaam voor de balans. Als je dat rechterbeen opgetild houdt. Probeer energie tot in de puntjes van je tenen te sturen. Dus niet je onderbeen laten hangen, maar stuur die energie helemaal tot het uiteinde van je rechterbeen. Net zoals de energie sturen naar het uiteinde van je linkervingers. Je duwt je met je rechterhand uit die mat, uit die schouders weg. Je blik is nog steeds naar de voorkant van de mat gericht. En je ademt. Nog twee tellen. Nog één. En dan hand, knie weer terug, dan wisselen we van kant. Dus nu je linkerbeen uitstrekken, lang maken, tenen pointen. En je rechterarm uitstrekken, schouderhoogte, je duim is omhoog, je vingers zijn gestrekt. Maak je lang in been, maak je lang in arm. Duw je bij die mat vandaan. Voel de stabiliserende kracht in je bovenlichaam. En adem. Gaan we zo een paar keer wisselen op het ritme van de adem. Hand, knie weer terug. Rechterbeen, linkerarm, adem diep in. Hand, knie terug, adem uit. Linkerbeen, rechterarm, adem diep in. Hand, knie terug, adem uit. Wissel om, strek je uit. En weer terug op de mat. Wissel om, maak het lang. En weer terug. Twee keer nog. Been, arm, heup, schouder, hoogte. En weer terug. Dus blijf je teen pointen, je benen optillen. En weer terug. Laatste keer rechterbeen, linkerarm. En weer terug. Laatste keer linkerbeen, rechterarm. En weer terug. Kom heel even naar child pose, billen naar je hielen. Wandel je armen naar voren, je voorhoofd naar de mat. En weer beweeg je wat met je polsen, draai je wat met je vingers. Net wat voor jou fijn voelt. Wandel jezelf dan omhoog naar een zittende houding. Ja, we zitten even op de knieën. Maar je laat je linker of je rechterbil op je matje schuiven en je zwaait je benen naar voren. Met gestrekte benen en losse handen wandel je vervolgens op je zitbotten een stukje naar de voorkant van de mat. Alsof je zitbotten je voeten zijn. Onderweg buig je je knieën, je zet je voet op heupbreedte neer. En zit je rechtop. Onderuit gezakt. Recht op, borst op, schouders omhoog, schouderbladen laag achter in je rug. Pak dan de achterkant van je dijbenen vast. Trek je navel naar binnen, stuur je stuitje, je heiligbeen naar de mat. Breng je kin naar je borst. Je rug wordt zo rond als de letter C. En zo rol je af en je houdt je daarbij vast aan die benen. Die begeleiden jou op die mat. Je schouderbladen breed neerleggen, je nek lang, je achterhoofd op de mat. Of misschien schuif je er iets tussen waardoor het net iets hoger ligt en je iets meer lengte kunt bewaren in je nek. Knieën dan boven je heupen, je onderbenen parallel met de vloer. En nu voel je misschien direct dat er een enorme holling in je onderrug ontstaat. Dat je bekken kantelt en je stuitje naar de mat wijst.
Nu komt het op die dieper gelegen buikspier, die bekkenbodemspier en de activatie van de lage rugspieren aan. Je trekt je navel als het ware naar je ruggengraat toe. Alsof er een touwtje aan die navel zit die jouw ruggengraat, richting jouw ruggengraat gaat. Je trekt als het ware je zitbot naar binnen, alsof je je schaambot omhoog tilt. Dan wordt die holle rug net iets minder, want je activeert je buik en je bekkenbodemspier. Dan wil je ook nog die lage rugspieren activeren. Dus die natuurlijke holling die je nog steeds zult voelen, die maak je net in gedachten iets kleiner. Dan zijn ook de rugspieren actief. De knieën zijn boven de heupen, niet boven de borst, boven de heupen. Vingertop op je knie schijven en dan duw je die knieën een klein beetje bij je vandaan. En dan ga je observeren wat het doet voor die holling van je rug. Want die holling wil je niet groter laten worden. Dus span je buikspier aan, span je bekkenbodemspier aan, activeer die lage rugspieren. Ondertussen blijven de schouders breed, blijft de nek lang. En je ademt. Armen dan links en rechts weerszijde. En zo adem je even door in de open heuphouding. Je voelt een enorme kracht in je onderbuik. Je kunt zelfs je handen wel even op je onderbuik neerleggen. En voelen die spieren onder je navel richting je bekkenbodemgebied. Dat is waarin nu hard gewerkt wordt. Check nog even die onderrug, dat die niet holler wordt. Hou die afstand tot de mat onveranderd. Nog 4 tellen doorademen in die open heuphouding. Wanneer je altijd een beetje kunt spelen door de knieën een beetje bij je vandaan te doen, iets verder. Wat doet dat? Kun je dat corrigeren door die spieren meer aan te spannen? Of ben je aan het einde van jouw vermogen op dit punt? Heb je de knieën wijd en wat gebeurt er als je ze tegen elkaar aanplakt? Dan activeer je ook je adductoren, je binnendijbeenspieren. Nog 2 tellen. Schouders zijn ontspannen, armen en handen zijn ontspannen. 1 tel. En dan breng je de knie nu helemaal boven je borst. Je omhelst jezelf. Je tilt hoofd en schouderkoppen op. En je maakt even een balletje van jezelf. Schouders dan weer terug op de mat. Lange nek. Knieën weer terug boven de heupen. Onderbenen parallel met de vloer. En je trekt je navel binnen. Je tilt je schaambot weer omhoog. Je activeert die lage rugspier. Armen zijwaarts, links, rechts met de handpalmen open. Gaan we naar de single toe tap. We beginnen met het linkerbeen. Dat linker dijbeen, dat gaat bij je vandaan. Teen gaat richting de vloer. Maar de hoek onderbeen, bovenbeen blijft 90 graden. Dan haal je dat dijbeen weer terug naast dat rechterbeen. Dus bij je vandaan, die hoek 90 graden onderbeen, bovenbeen blijft. En hij komt weer terug. Voel wat er in je onderrug gebeurt. Als je te ambitieus bent en denkt, oh, mijn teen moet helemaal naar de grond. Maar je kantelt dat bekken helemaal. Je laat alle kracht los in je onderbuik. Dat is niet de bedoeling. We willen juist die stabilisatiespieren actief houden. Dus dijbeen bij je vandaan. En weer een beetje terug. Alles bewegen op jouw eigen niveau. Elke beweging is een beweging. Hoe klein deze ook is. Inademend bij je vandaan. En uitademend weer terug. 3 keer bij je vandaan. En weer terug. 2 keer bij je vandaan. En terug. Adem diep in. En blaas het uit. 2 knieën boven je borst. Hoofd en schouders even optillen. Klein balletje van jezelf maken. Die rugspieren even stretchen. En dan leg je de schouders, die lange nek, dat achterhoofd weer terug. Knieën weer boven je heupen, onderbenen parallel, navel in, schaambot omhoog, lage rugspieren actief. Rechter dijbeen bij je vandaan, onderbeen bovenbeen blijft in hoek 90 graden en je haalt hem weer terug. Adem in als het been bij je vandaan gaat. En adem uit als hij weer terugkomt. Hou die rugspieren actief. Hou dat tunneltje van je onderrug onverantwoord. 4 keer nog. Adem in is weg. Blaas uit je tafel terug. Adem in is bij je vandaan. Blaas uit is weer terug. 2 keer nog. Blaas uit. Adem in. Blaas uit. Knieën boven je borst, omhels jezelf weer, hoofd en schouderkoppen optillen
En een balletje van jezelf maken. Schouders weer breed, nek weer lang, achterhoofd terug op de mat of op je dekentje. Dubbel toe tap. Knieën boven je heupen, onderbenen parallel, dat is die hoek van 90 graden. Na van de binnen, schamelt omhoog, lage rugspieren actief. Nu gaan twee benen tegelijk bij je vandaan, een klein beetje maar, want voel wat er bij die onderen gebeurt. Adem uit, takel ze weer terug, tot boven de heupen, niet er voorbij. Dus inademend bij je vandaan. En blaas uit weer terug. Inademend bij je vandaan. Blaas uit, haal ze weer terug. Kaken blijven ontspannen, schouders blijven ontspannen. Doen we nog vier keer. Vier. Blaas uit weer terug. Drie. Blaas uit weer terug. Twee. Blaas uit weer terug. 1. Blaas uit weer terug. Knieën boven je borst. Omhels jezelf weer eventjes. Maak weer een balletje van jezelf. Schouders achterhoofd weer terug op de mat. Plaats je voet op de mat en kom op jouw manier op je buik liggen. Onderarmen plat op de mat. Handen plat op de mat. En niet te ver naar voren, ook niet te ver naar achteren, dan staan de ellebogen niet meer op de mat. Maar precies op die positie dat je onderarm in zijn geheel op de mat staat. De onderarmen zijn ook tegen de flanken aan en wijzen niet naar buiten. Breken de bovenkant van de voeten op de mat. Duw ze in de mat, je knieschijven komen los. Je quadriceps spannen aan, je duwt je schamelt in de mat, je trekt je navel naar binnen. Je kijkt naar je matje, je ademt daar diep in en uitademen til je bovenlichaam dan weer op. Laat hem een klein stukje zakken. Adem uit, til dat bovenlichaam een stukje op. Inademend laat je het zakken nog 6 keer. Blaas uit is omhoog. En weer terug. Blaas uit is op. En weer terug. 4 keer. Heb je je wreven nog op de mat als je omhoog komt? Probeer die aan die mat geplakt te houden. Blijf je schamelt in de mat, duw je navel naar binnen trekken om je stabiliteitsspieren geactiveerd te houden. Zodat het alleen je rugspier is die jouw bovenlichaam optilt. En weer een beetje laat zakken. 2 keer blaas uit op. Adem in terug. Blazen. Adem in terug. Handen dan onder je voorhoofd, je ellebogen naar buiten. Ontspan, laat alle spanning uit je lijf even wegstromen. Uit je benen, je billen, je bekken, je borst, je schouders. Gaan we nog wel even door met die rugspieren. Dus de wreven duw je plat in de mat. Je knieschijven komen los, je quadriceps spannen aan. Schamelt in de mat, je bilspieren activeren subtiel en je trekt je navel naar binnen. Kies weer voor diezelfde optie met die onderarmen op de mat. Of kies voor de optie met je vingers tegen je slapen, je ellebogen zijwaarts. Je blijft naar je matje kijken, daar adem je diep in. Uitademen, til je bovenlichaam weer een stukje op. Inademen, laat je het weer zakken, niet helemaal op de mat. Blaas uit is omhoog. Inademen is omlaag. En dan kom je maar een millimeter omhoog. Omhoog is omhoog. Een beweging is een beweging. We doen het nog 6 keer. Uitademen, op. Inademen, terug. 5 keer. En terug. 4 keer. En terug. Adem uit 3 keer. En terug. Adem uit 2 keer. En terug. Adem uit de laatste keer. En terug. Handen weer onder je voorhoofd. Laat alle spanning weer uit je lijf wegstromen.
Plaats dan je handen onder je schouders. Duw jezelf omhoog naar handen en knieën. Kom heel even naar child pose. Borst, voorhoofd richting de mat. Neem één voor één je armen mee naar achter. Je handen naast je voeten. Je schouderkoppen zakken langs je knieën richting de mat. Je rug wordt wat ronder, je schouderbladen wat breder. Blijf een heel aantal ademhalingen in die child pose. Daarna kun je nog even op je rug komen liggen. En jezelf lang uitmaken. Dus uitstrekken met de armen over je hoofd. Je tenen bij je vandaan strekken. Je kunt daarna jezelf nog een keer zo klein maken als een balletje. En dan zijn we hiermee aan het einde van de Pilatesles gekomen. Dank jullie wel voor het meedoen. Tot een volgende keer. Namaste.